Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag weer een shopvlog van jullie van de Monki. Ik zei de vorige keer nog van, goh, dit is de eerste keer dat ik online bestel bij Monki. En sindsdien, jongens, ben ik verslaafd geraakt aan shoppen bij Monki. Ik deed in de winkel ook wel af en toe in pashokje shopvlog, maar dan paste ik 1 of 2 items en meer kon ik niet echt vinden, maar online. Online kan ik zoveel vinden en ik ga ook al lekker door de sales sectie. En ik heb weer een aantal hele toffe items. Ik had ook al een bestelling hiervoor geplaatst waar ik een hele toffe jurk uit heb gehaald. Die jullie kunnen zien in mijn weekvlogs. En die zal ik ook nog eventjes laten zien. Maar die heb ik dus los besteld. Heb ik al gedragen. Was ook mijn verjaardagsoutfit. Love it. Dus mocht je er zin in hebben, dan zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Alright, laat ik beginnen met het item wat ik dus al een tijdje heb. Dat is deze. Dit is echt een hele toffe jurk. Hij is een beetje gekreukeld. Ik heb hem al gedragen, zoals ik al zei. Hij heeft dus gewoon korte mouwtjes, een heel lekker t-shirt stofmodelletje. En hij is heel lang. Hij komt tot ongeveer halverwege mijn onderbenen, denk ik. En dan heeft hij aan de zijkanten een split aan beide kanten. Heel erg mooi. I love it. Ik vind het wel het mooiste met die riem eromheen om een beetje taille te creëren. Ik heb hem in een maatje medium. En deze kostte me €25. Wat ik echt een heel erg leuk prijsje vind voor zo'n tof item. Dit is de jurk gewoon zo op zichzelf. En zo vind ik hem eigenlijk net even wat te los. Maar wel heel leuk zo met die splitjes. En natuurlijk ideaal voor thuiszomers. Maar dit is hoe ik hem voornamelijk heb gedragen. Dus met deze riem eromheen van Shubi. En dan heeft hij gewoon net even die taille erbij. Gewoon echt een heel erg lekker losvallend ding. Ook echt een lekker stofje. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Dan verder met de enorme zak die ik hier heb. Hij zit goed gevuld. Ik weet nog niet meer precies wat ik allemaal besteld heb. Dus ik ga gewoon random iets eruit trekken. Oké, wat een bijzonder patroon heb ik dit besteld. Ik snap het al. Ik vond het model van deze jurk gewoon echt prachtig. Waardoor ik dacht, ik moet hem even bestellen en kijk gewoon hoe die staat. Want ik vind de stofprint zeg maar net even een beetje te schattig. Misschien een beetje omaarig, bloemig voor mijn doen. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon. Ik heb hem in een maatje medium genomen. Het is dus een wrap dress. Dus het is heel lastig om zo te laten zien. Maar je slaat hem dus om je heen. En dan heeft hij een midi lengte. Waarbij die voor ietsjes korter is dan achter. Ik vind het heel lastig zo te laten zien. Dus we gaan gewoon lekker kijken naar het aanbeeld. Maar eerst nog even de prijs. Deze was afgeprijsd van €40 naar €20. En het stofje voelt ook echt super lekker aan. Zoals ik al zei, ik vind echt het model van deze jurk echt prachtig. Vooral ook dat hij voor korter is dan achter. En ik vind hem hier ook mooi. Ik denk wel dat ik even een veiligheidsspeltje tussen de borsten in zou zetten. Omdat het net even wat lossig zit. En dan kan ik niet echt veel strakker trekken. Maar ik weet gewoon niet zo wat ik van het patroontje vind. Hij is ook wel een beetje kreukelig. Dus ik denk wel dat het echt een strijkstofje is. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Vooral ook bij de borsten. En hij geeft mooi taille. En ik vind de lengte heel erg mooi. En ook leuk dat hij aan de achterkant wat langer is. De touwtjes zijn trouwens wel echt huge. Dus ik weet niet of het de bedoeling is dat je hem nog een keertje dubbel slaat of zo. I don't know. Ja, ik weet niet. Ik vind het een leuk jurkje. Maar ik twijfel een beetje door het patroon. Dan heb ik hier een broek. Ik heb een maatje 44 genomen. Dat is mijn normale broekmaat. Ik heb nog niet eerder broeken gehad van Monki. Dus ik heb geen idee. Het lijkt wat krap. Ik heb nog geen idee. Want over het algemeen vind ik Monki dus gewoon relatief wijd vallen. Maar dit ziet eruit dat ik denk, Ik vond de kleur in ieder geval echt heel erg mooi. Het heeft echt zo'n mooi glanzend, haast soort van velvet stofje. En dan is hij dus cropped met zo'n wijd uitlopende pijp. Een beetje bootcut jeans noem je dat volgens mij. Ik heb echt geen idee. Ik heb dus een maatje 44. Ik hoop heel erg dat het gaat passen. Het gaat bij mij voornamelijk over dat hij over mijn bovenbenen heen moet komen. En dat ziet er op zich wel oké uit. Zit er hier stretch? Ja, hier zit ook stretch in. Dus zolang het middel over mijn bovenbenen heen komt, zijn we goed. Deze was van €35 naar €20 afgeprijsd. Ook echt een topprijsje. Nou, de broek gaat aan, maar daar is ook alles mee gezegd. Je ziet gewoon, hij zit echt veel te strak. Ik krijg ook een camel toe in. Ik vind de lengte op zich wel weer tof, maar hij zit hier gewoon echt niet goed. En ik twijfel een beetje of ik hem leuk genoeg vind om hem opnieuw te bestellen in een grotere maat. Maar hij had gewoon even wat meer stretch meer moeten hebben. Ja, nee, dit wordt hem gewoon niet. Oké, deze kleur vind ik nog mooier dan ik hem online had gezien. Dit is dus gewoon een heel simpel shirtje met zo'n relatief lange mouw.
Verder gewoon ja, niet cropped, ook niet extreem lang. Ik vind de kleur echt geweldig. Hij heeft dus ook zo'n ribstofje. En dit zijn echt kleurtjes. I love it. Dit soort kleuren staan mij gewoon super goed. Ik heb weer een medium. En hij was afgeprijsd van 12 euro naar 6. Ik heb de top even aangetrokken op deze broek van H&M. Die vind ik echt heel erg leuk. Maar of ik de combi ook echt zo geweldig vind, weet ik niet. Ik vind het colletje leuk. Hij is net even een beetje wijd, wat ik op zich wel leuk vind. Ja, het is geen heel bijzonder shirt, maar hij is op zich qua kleur en zo echt heel erg mooi. En gewoon een basic wat je zo in je kast nodig hebt. Dus wat dat betreft denk ik wel dat deze hem gaat worden. Dan heb ik hier het item waar ik het allerbenieuwdst naar ben van allemaal. Deze was als enige ook niet uit de sale, maar ik kon hem niet weerstaan. Het stofje is anders dan dat ik hem had verwacht. Ik heb een large genomen, wat een medium er ook niet meer was. En ik dacht, ja, bij de meeste winkels heb ik een large. Alleen bij Monkey valt alles groot. Dus ik hoop dat dit goed gaat zitten. Maar het is dus een, ja, belted dress. Hoe noemen ze het nou zo? Ik heb geen idee. Maar met knopen in ieder geval. Waardoor het dus een soort van blazer dress-achtig idee was. En ik vond deze kleurcombi ook gewoon echt heel erg mooi. Het is dus een mini dress, maar vorige keer bij Monkey kon ik dat gewoon aan. Ik koop over het algemeen geen mini dresses meer, behalve uit talcollecties. Omdat ik 1,75 ben en bijna alles altijd echt net over mijn bil heen komt. Maar er stond dat het model 1,79 was. Dus ik dacht, dan moet ik deze ook kunnen passen. Nou ja, ik heb dus een large. Hij is 30 euro, dus niet in de sale. Maar ik vond deze gewoon echt heel mooi. Ik ben verliefd, jongens. Ik vind hem zo leuk. De lengte is ook mooi. Hij heeft dus van die knopen hier zitten. En een strik. Zonder die strik is die wel echt heel erg groot. Ja, het is heel anders dan wat ik al in mijn kast heb hangen. Maar ik vind hem echt heel erg tof. Die kleur vind ik ook heel erg mooi. Het enige waar ik over twijfel is de stof. Want ik heb wel echt het idee dat dit een zweetstofje is. Dus voor tussenweer lekker, maar voor echt warm weer, wat het vandaag tijdens het filmen is, is die echt veel te warm. Want ik zweet me nu al helemaal kapot. Maar ik vind hem zo mooi. Dan heb ik hier weer een basic top, maar dan wel met een leuke print. Ik twijfelde heel erg of dit wel of niet wat voor mij was qua kleur. Maar hij is dus donkerblauw met roze en allemaal lichtblauw. Maar ik dacht, dit is op zich ook wel heel erg tof. Het is echt iets wat ik nog totaal niet in mijn kast heb hangen. En deze was ook weer in de sale, dus hij kostte niet zoveel. Waardoor ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Het is opnieuw een maatje medium. En ook deze was van 12 euro naar 6 afgeprijsd. En dit stofje is echt heel erg lekker. In mijn vorige Monkey shoplog had ik lange mouwen shirts hiervan gekocht. En die zaten echt heerlijk. Dus ik heb hoge verwachtingen. Ik vind deze kleuren me dus beter staan dan ik had gedacht. Ik vind het echt heel tof. Ook in combinatie met deze oorbellen wel heel erg leuk. En hij is dus zo lang. Ik heb even een broek van mezelf erbij aangetrokken. Ja, ik ga deze houden. Ik vind hem echt heel erg leuk. Gewoon een basic top, maar dan wel met even een leuk patroontje erop. Oh ja, hier ben ik ook zo benieuwd naar. Dit is dus een leather look. Ja, hoe noem je dit? Blouse, een cropped blouse. Hij is ook namelijk niet zo lang. En het is in het midden geknoopt. Nou ja, het is niet zozeer leather look. Misschien is het meer wet look. Ik weet niet hoe ze het goed noemen. Het is ook weer een medium. Maar ik vond dit gewoon echt zo stoer. Hij heeft dus wel een lange mouw. Dus misschien niet helemaal iets voor nu. Want het zal wel warm zijn, dit soort stof, denk ik. Maar ik vond dit gewoon zo vet. Dat ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Want hoe cool is dit? Op een stoere, losvallende jeans. Of op een stoer rokje. Ik zag dit gewoon al helemaal voor me. Hij was van 25 euro naar 15 euro afgeprijsd. Wat ik voor zo'n stof blouse best een leuk prijsje vind. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik vind hem aan de ene kant echt mega vet. En aan de andere kant vraag ik me af hoe vaak ik hem zal gaan dragen. Omdat het lange mouwen heeft, maar wel cropped is. En meestal als ik een crop topje draag, dan is dat lekker met flowy broeken of rokken of weet ik het, lekker zomers. En anders heb ik een koude buik, zeg maar, op het moment dat ik een lange mouwen iets aan doe. Want hij is wel relatief warm. Dus ik denk dat ik hem om die reden terug ga sturen, maar ik vind hem wel vet. Dan heb ik hier een item wat ik eigenlijk nu al zie dat ik hem niet zo leuk vind. Het is namelijk een rokje met zo'n print, maar op de een of andere manier vond ik de print er online mooier uitzien dan nu. Ik vind de print op beeld trouwens echt mega tof. Misschien, oké, jongens, op beeld vind ik hem tof en in real life niet. Beetje random. Maar goed, het zijn dus allemaal chains van die kettingen met ja, tesseltjes en van die touwen en panterprint. En ik vond het er online heel erg tof uitzien. Maar in real life vind ik het net niet helemaal of zo. Maar goed, we gaan hem wel gewoon passen.
Welke maat had ik hiervan genomen? Ook weer een maatje 44. Weet je, dit is echt zo'n dingetje van you hate it or you love it. Hij ziet er dan juist wel weer best wel groot uit in verhouding met die broek op de een of andere manier. Maar we gaan gewoon kijken. Voor hetzelfde geld als ik hem aan heb, vind ik hem wel heel erg leuk. Hij was in ieder geval oorspronkelijk 25 euro en nu nog maar 12. Ik heb het rokje even gecombineerd met dat gele shirt. En ik moet zeggen, ik blijf hem omlaag trekken omdat ik hem gewoon echt best wel kort vind. Hij zit ook best wel wat wijd. Terwijl die broek dus straks in dezelfde maat echt veel te klein was. Was deze best wel wat aan de grote kant. Ik kan ook echt helemaal zo staan voordat hij een keer op spanning staat. Ja, nee, deze gaat hem gewoon niet worden. Ik vind de print toch niet leuk. En hij zit gewoon en hier te los en hier veel te kort. Even kijken. Oh ja, dit is een overslag top. In een prachtig, een beetje roestbruin-oranjige kleur. Ook weer een maatje medium. En hij heeft dus een overslag en als detail dus hier onderin deze, ja, sliert, touwtje, fladder. Geen idee hoe ik het moet noemen. Ik vind het in ieder geval wel heel erg tof. Want hij zit hier dus een beetje zo opgepropt, om het maar zo te zeggen. En ik zag dus bij Marijn laatst een shoplog die een paar croptopjes had gekocht. Ook met dit effect. En dat vond ik wel heel erg mooi staan. Het definieert echt je middel heel erg mooi. Heel erg je taillen. Dus ik dacht dat is wel heel erg mooi. Ik hoop alleen dat hij niet veel te veel ruimte voor mijn boobies over gaat hebben. Maar we gaan het gewoon zien. De mouwen zijn verder hartstikke simpel. Deze was van 18 euro naar 10 afgeprijsd. Ik ben echt verliefd op de kleur van deze. En ik vind dit effect echt heel erg cool. Maar ik vind hem hier net te wijd zitten. Hier zit hij wel mooi. Maar ik heb wel weer zoiets van, het is een crop top met lange mouwen. Hoe vaak doe ik hem aan? Ik denk dat ik hiervan de korte mouwen variant ga nabestellen. Die ik bij Marijn had gezien. Want zo'n lange mouwen variant is leuk. Maar ja, ik draag nooit crop tops met lange mouwen. Ja, I really love the color. Dat in ieder geval. Ik vind hem echt heel erg mooi. En hij zit ook wel heel erg mooi hier. Dus wat dat betreft top. Maar dan eentje met korte mouwen graag. Dit is zo'n item wat ik heb besteld met het idee gewoon proberen. Het is of echt een hit of echt een miss. Het is namelijk een broek, een groene broek met ja, meer een soort herfstige bloemenprint haast als je het zo ziet. Maar ik dacht dat kan in de zomer ook wel. Hij ziet er wel wijd uit. Ik heb een maatje large genomen. Bij Monkey vallen die maten anders dan anders op de een of andere manier. Want vaak heb ik een large of zelfs een extra large in broeken. Maar bij Monkey is een large volgens mij in 44-46. En ik zit meestal in de 42-44. Dus mocht je gaan bestellen bij Monkey, kijk even goed bij de size charts. Want het is even anders dan dat je gewend bent. In ieder geval, ik hoop dat deze gaat passen, dat hij niet te wijd is. Volgens mij was de maat kleiner er gewoon niet meer. In ieder geval heb ik hier dus de pijp. En dan heb je aan het uiteinde dus dit ruffeltje. En dat ruffeltje was dus hetgene waardoor ik echt ernaar zat te kijken zo van, is dit nou leuk of is dit nou een beetje alsof je een of andere clown aan het spelen bent of zo? Dus dat is echt het dingetje aan deze broek waardoor ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik bestel toch al allerlei items waarvan ik er misschien ook wel iets terug ga sturen. Zeer waarschijnlijk wel iets. Dat is bijna nooit zo dat als je online shopt dat er niks terug hoeft. Dus ik dacht, ik kan hem net zo goed gewoon bijbestellen en kijken of het wat is. Hij was van 30 euro afgeprijsd naar 18. Qua maatvoering is deze broek echt wel zo raar. Hij is hier veel te los. Dan zit hij bij mijn bovenbenen juist weer strak. En aan de onderkant heeft hij dus die roosjes. Ja, ik vind het toch niks. Maar überhaupt, deze hele maatvoering is raar. Want als ik een maatje omhoog zou gaan, zou hij hier beter zitten. Maar dan zakt hij helemaal van mijn kont af. Nee, dit is echt absoluut niet eentje die ik ga houden. Nee, deze gaat echt absoluut terug. En dan het laatste item. Ja, dit jongens. Als we het hebben over een gevalletje, we gaan het gewoon proberen, dan is dit dat. Dit is dus een blouse. Ik vind hem echt een beetje cringe. Echt zo stoer. I don't know, ik vond hem heel tof. Hij heeft dus zo'n hoge halskolletje, maar dan zeg maar met ja, elastiek erin. Dus daardoor heeft hij ook van die ruffeltjes. Dan heeft hij van die lekker wijde pof ballonmouwen die ook weer aan het uiteinde strak zijn. En aan de onderkant is die ook strak. Dus het is een en al wijd waarbij je dus op sommige plekken dan ineens strak is. Ik vond hem er heel cool uitzien. Het enige ding is dat ik hem straks aan moet doen en moet denken, ga ik dit dragen ja of nee? Het is in ieder geval een maatje medium, wat ook prima is als ik kijk naar hoe wijd hij verder valt. Hij is in ieder geval van 25 euro naar 15 afgeprijsd. Dus ik hoop zo dat ik hier een yes bij krijg, want ik vind het zo'n
uniek item. Dat heb ik sowieso bij alle items van Monki. Het is gewoon iets wat je ergens anders niet zo snel zal vinden. Ja jongens, ik ben verliefd. Ik vind hem heel erg tof. Het is absoluut iets heel anders dan wat ik al heb en wat ik normaal gesproken koop. Maar ik vind hem zo tof. Echt een beetje edgy. I don't know, ik vind hem heel cool. Hier wil ik eigenlijk echt zo'n nep leren broek bij. Die ik echt al eeuwen zoek en geen goede van kan vinden. Maar ik vind hem heel tof. Het stofje is ook lekker. Het is niet echt iets voor deze temperaturen terwijl ik film. Want nu is het echt vandaag 27 graden of zo. Maar I love it. Ja, deze ga ik sowieso houden. Heel, heel, heel erg tof. Alright, dat waren alle items. De hele zak hier zo naast me is helemaal leeg. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik deze verzendzak ineens heel erg saai vond in verhouding met de doos die ik vorige keer had. Want ik had een keer een hele felle verzendzak en een keer een doos. Waar trouwens ook dingen niet in plastic zaten. En dat zaten ze nu wel. Dus dat is een beetje bijzonder. Dat Monki daarin niet een beetje houvast heeft. Dat hij altijd het een doet of altijd het ander. Laat even weten als een van jullie weet waarom. Want ik vind ze verder wel echt goed qua duurzaamheid en zo. Dus ja, ik weet niet waarom het de ene keer wel in plastic en de andere keer niet in plastic wordt verzonden. Ik hoop in ieder geval dat je de shoplog leuk vond. Laat me vooral weten wat jouw favoriete item was. En of er items zijn waarvan ik denk, ik ga ze terugsturen. Waarvan jij denkt, nee, je moet ze echt houden, want ze staan je geweldig. Laat weten in de reactie. Doe natuurlijk nog een duimpje omhoog. En mocht je nieuw zijn op mijn YouTube kanaal, dan zou ik het ook heel erg leuk vinden als je abonneert. Het is gratis, je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!